Bob, welkom. Leuk een keer te ontmoeten, want ik ken je uit zoveel... van zoveel stijlen, zoveel dingen, van metropoolorkest tot filmcomposities. Klassieke stukken ook, hè? Strijkkwartet. Ja. In 2010 had je nog vijf liederen geschreven op Nijinsky. Nijinsky-liederen. Ja, voor een balletvoorstelling over Nijinsky hebben we een aantal dagboekfragmenten van hem op muziek gezet. Ja, en je bent natuurlijk ook nog bekend van het arrangement voor de bruiloft, hè? De traan, ja. De traan, ja, 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 ja. De derde traan kwam door mij, denk ik altijd. Die kwam door jou, de derde traan? De eerste door de situatie, de tweede door het prachtige spel van Karel. En ik had ook een paar trucjes bedacht. Ja? Ja. Kun je dat ophelderen? Of? De inzet van het koor verstoppen. Aha. Zodat je weerloos bent op het moment dat je ze hoort. Ja, is dat? Ja. Want als je het meteen hoort, dan denk je, nou, een koor. Maar als het opeens er blijkt te zijn, dan slaat het toe. Ah. En zo werk je in drama en film ook. Je moet het gevoel pas steunen als je het als kijker of luisteraar gevoeld hebt. Niet eerder. Oh, wat mooi. Dan ontneem je het. Ja. Is dat iets wat je geleerd hebt door de jaren heen? Ja, steeds meer. Ja. Dan ga je eens van heel groot naar heel klein. Want het Osiris Trio vroeg jou om het te arrangeren. Ja. En ze zijn uitgekomen bij operamelodieën. Ja. Melodies of Love and Death. Ja, want dat zijn de twee thema's. Je kan natuurlijk ongelooflijk veel thematiek aansnijden. Maar de twee core business motieven van een opera zijn de liefde en de dood. Ja. Maar hoe reageerde jij? Dacht je gelijk leuk? Ja. Ja? Ja. Aha. Natuurlijk. Ik ken het Osiris Trio. Ik vind ze ongelooflijk mooi spelen. Ja. Het spreekt me enorm aan hoe zij over muziek denken en hoe ze dat spelen. En dolle opera liefhebber, dus die combinatie die was meteen binnen, ja. Ja. Maar hoe ga je van zo groot naar zo klein? Door te denken aan pianotrio en niet aan opera-aria. Want je kan natuurlijk best de melodie in de viool zetten en de begeleiding in de piano en het basje versterken met de cello. En dan krijg je een soort salonorkest wat door populaire melodieën heen wandelt. Ja. Maar ik heb geprobeerd het om te werken voor het idioom van pianotrio, waarin toch alle drie de stemmen even belangrijk zijn. En dat betekent dat je sommige composities laat je zoveel mogelijk onaangetast, omdat je zo goed mogelijk probeert te vertalen wat er gebeurt in het idioom van het pianotrio. Andere dingen denk je, nou, ik fiets er wel nog wat extra dingen doorheen, omdat, of die melodie zo. Ik noem bijvoorbeeld Una Furtiva Lagrima, daar heb ik veel zelf aan bijgedragen, omdat het is in hetzelfde jaar ontstaan als de eerste nocturne van Chopin. En daar deed het me ook een beetje aan denken, hetzelfde toonsoort, dus ik heb er wat Chopineske fiorituren doorheen gebrein. Totaal oneerbiedig, want soms ben je heel eerbiedig, soms ben je heel oneerbiedig. Dat hangt van de context af. Ja. En jij bent echt een overpraat liefhebber, of niet? Ja, absoluut. Dus je doet eigenlijk een beetje zoals Liszt in zijn tijd? Ja, bewerken is een mooie tak van sport. Want, laten we zeggen, het kan opblazend of het kan juist inkrimpend. In dit geval is het dus inkrimpend, maar ik heb ook vaak genoeg piano dingen bewerkt voor grotere bezettingen, een groot ensemble of orkest. Maakt niet uit. Als je maar probeert het idioom van het origineel en het idioom van het nieuwe medium allebei zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Ja. En wat levert het op? Nieuw repertoire voor pianotrio, eigenlijk. Ja. En ik heb natuurlijk geprobeerd, A, denk je, wat zou de componist zelf hebben gedaan als hij dit voor pianotrio had geschreven? Maar B, wat doe ik zelf? Wat vind ik zelf mooi eraan? En omdat het natuurlijk, juist omdat het bekend repertoire is, als iets heel erg onbekend is, dan moet je het zoveel mogelijk gaaf laten. Als het heel erg bekend is, kan je er heel veel nieuwe visies op loslaten. Ja. Dus dat wisselt door het ding heen. Ja. Liefde en dood, ik bedoel, dan kun je van Dido en Aeneas naar Tosca, bij wijze van spreken. Absoluut, de longlist was ongelooflijk lang. Ja, maar wat is het criterium geweest? Het criterium is geweest eigenlijk toch voornamelijk romantiek. Dus voornamelijk 19e eeuw, met een klein uitlopertje. Onder de romantiek. Ik heb ook bijvoorbeeld een Mozart-compilaties gemaakt. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. Het past toch niet op de cd. Leuk om live te spelen. Maar het is toch een soort fremdkörper te midden van het romantische repertoire. Maar je zou ook een heel goede 20e eeuwse kunnen doen. Maar het is juist leuk als je dingen kent om een bewerking te horen. Mm-hmm. Terwijl als iets heel onbekends bewerken, laat het origineel dan maar horen. Ja. Dus de samenhang is A, de tijd, de romantiek, wat gewoon het dankbaarste is. Laten we elkaar niks wijsmaken. Maar ook het beetje het Mediterrane. Dus Italië overheerst, dan een beetje Frankrijk. Eén stukje Duitsland en twee stukjes Tsjechoslowakije. Nee, een Dvorak en een Janacek. Ja. Mis jij tekst? Ik heb natuurlijk geprobeerd alles wat tekst is erin te brengen. Dat wil zeggen, in ieder geval niet er tegenin te gaan. En ik hou van de inhoud, ik weet waar het over gaat, dus ik vind ook dat je, ook als je niet weet waar het over gaat, dat heel globaal mag ervaren. Ja. Bijvoorbeeld inderdaad in Sluwe Vosje, dat is een dialoog tussen de man en de vrouw Vos.
Die begint met ruzie, of zij is als dood voor hem. En ze eindigen in het vossenhol met z'n tweetjes. En dus dat gekibbel en dat gekift, wat er mee begint. En de lovey-dovey stuff aan het eind, als ze elkaar toch gevonden hebben. Dat hoor je heel erg in de muziek. En omdat Janáček heel retorisch componeert, is het ook een heel retorisch, raar, leuk stuk geworden. Okay. Heel dwars.